Een paar weken geleden hebben we u onder andere de vluchtroute laten zien van de daders van de overval op de Boerenbond hier in Ulvenhout. Inmiddels zijn we natuurlijk weer verder met het onderzoek en hebben we uw hulp weer hard nodig. De laatste dag van 2013 is voor veel mensen een gewone werkdag. Twee medewerkers van de Boerenbond in Ulvenhout komen rond 9:15 aan om de winkel te openen voor klanten. Om 9:00 gaat de winkel open. Een medewerker is aan de achterkant bezig om spullen buiten te zetten. De vrouwelijke medewerker gaat even naar de wc in het kantoor. Voor ze weet wat er gebeurt, bedreigen twee mannen haar met een pistool. Ze is zo bang voor de mannen dat het haar eerst niet lukt om de kluis open te maken. Ja, rustig allemaal. Laat hem open. Oké, inhoek. 4, blijf zitten. Mooi, blijf kijken. Ondertussen is haar collega klaar met het buitenzetten van spullen. Hij loopt terug de winkel in en vindt het gek dat hij haar nergens ziet. Hij loopt naar het kantoor om te kijken of ze daar is. Zodra hij één voet over de drempel heeft gezet, bedreigen de overvallers hem. Het slachtoffer is erg bang. Hij voelt het pistool in zijn nek en denkt dat hij doodgaat. Op je knieën en voor je blijven kijken. Het slachtoffer weet om te kijken en ziet goed wat de daders aan het doen zijn. Maar hij ziet te veel en hij krijgt een jas over zijn hoofd gegooid. De overvallers binden de slachtoffers vast en vluchten op een fiets. De slachtoffers blijven vastgebonden achter. Vanaf deze plek zijn de daders verder gevlucht in de richting van de carpoolplaats aan de Kaamse Baan. En ze hebben die overval wel goed voorbereid, want we denken dat die fiets, een Giant Jubilee, hier al klaar stond, achter de schutting van de Boerenbond. Waarschijnlijk zijn ze ook met die fiets vanaf de carpoolplek bij de Kaamse Baan in de richting van de Boerenbond komen fietsen. Dus als er iemand is die die daders ook voor die overval heeft gezien, dus die dinsdagochtend 31 december rond de klok van 9:00 'smorgens, dan horen we dat natuurlijk heel graag. De daders vluchten via de brandgang achter de Boerenbond het Beekdal in. Daar verliezen ze een bivakmuts, een belangrijk spoor. Vanuit het Beekdal fietsen de overvallers naar de carpoolplaats aan de Kaamse Baan. Daar ziet de getuige dat ze de fiets in een sloot gooien en in een wit combibusje stappen. Ze scheuren de Kaamse Baan op in de richting van Kaam. Op deze plaats kunnen de daders in hun witte bestelauto rechtsaf gegaan zijn de snelweg op in de richting van Tilburg en Breda. Maar ze kunnen ook rechtdoor gegaan zijn de Kaamse Baan af in de richting van Kaam. Als er iemand is die die auto daarna heeft gezien, dan horen we dat graag. Helaas zijn er geen bewakingsbeelden van de daders. Wel hebben we een signalement. Beide mannen zijn blank, hebben kort donker haar en zijn tussen de 20 en 25 jaar. Ze hebben een tenger tot normaal postuur en allebei spreken ze goed Nederlands. Tijdens de overval droegen ze donkere kleding. En opvallend, dader 1 had een zwarte joggingbroek aan met strepen aan de buitenkant van de pijp. Grijs, goud, grijs. Hij is tussen de 1,70 meter en 1,75 meter lang. Dader 2 is een kop groter dan dader 1. Deze fiets, een Giant Jubilee, is natuurlijk een heel belangrijk spoor naar de daders. Wat was die nou echt van de daders? Of hebben ze hem misschien gestolen en daarna zelf slordig overgespoten? Want de originele kleur is nog te zien. Nou, wij willen natuurlijk heel graag weten van wie die fiets nou geweest is in die periode voor de overval op 31 december 2013. Oudjaarsdag 2013. Een inktzwarte dag in het leven van de medewerkers van de Boerenbond in Ulvenhout. Wie weet wie de overvallers zijn? Zegt de combinatie van de signalementen met de Giant Jubilee fiets en de witte bestelauto u iets? En de daders hadden door de overval een flinke hoeveelheid contant geld. Dat moet iemand in de omgeving opgevallen zijn. Of heeft u de daders voor de overval gezien, op de fiets?
of erna in de witte bestelauto? Geef alle tips door via onze tiplijn 0800 6070 of 0800 7000. En online tippen kan ook op onze site.